Het tulpenseizoen is weer begonnen, dus een mooi moment om de camera's te testen. De hoofdcamera zorgt er zeker voor dat de kleuren van de tulpen gewoon echt super lekker naar voren komen, er echt uitspringen. En je kan ook creatief aan de slag met het bokeh-effect, de natuurlijke blur die ontstaat als je focust op één tulp. Ik ga ook nog eventjes de stad in en ik maak vandaag alle foto's met de Google Pixel 7 Pro. De Pixel gebruikt allerlei slimmere trucjes voor betere resultaten. Bijvoorbeeld bij het zoomen. Je hebt natuurlijk je hoofdcamera. Je hebt dan de twee keer zoom wat de middelste pixels daarvan is. Tussen 2 en 5 in combineert hij de hoofdcamera en de telelens. 5 keer is gewoon je telelens. En bij 10 keer weer de middelste pixels van die telelens. Zodat je een heleboel opties hebt en nog steeds hele goede resultaten.